Jojo mensen, knom te keren. Vandaag zijn we terug met Stardew Valley. En we gaan vandaag eens even lekker er tegenaan natuurlijk. Want we gaan die spullen verkopen dat we de vorige aflevering hadden verteld. Ik ben heel benieuwd wat we eruit gaan krijgen. Want soms heb je een zeldzaam item en dan krijg je weer een hoop geld voor. En geld kunnen we natuurlijk wel gebruiken omdat we maar 600 coins hebben op dit moment. De kip die heeft lopen kraaien. En dat is eigenlijk een haan natuurlijk die dat doet. Maar we hebben een kippetje hier, een klein kuikentje. Dit is Gerrit. Hey Gerrit, hoe is het? Gerrit look fine. Nice. Ik ben blij dat Gerrit fine looks. Hè? Succes Gerrit. Moeten we gewoon even onthouden om daar elke dag even een klein beetje langs te komen. Om hem wat liefde te geven. En dat doen we ook bij onze kat natuurlijk. Miauw. Wat is die toch weer blij. Nou, ons tuintje staat er goed bij. Misschien zijn die vandaag wel klaar. Met een beetje geluk. Maar wij zouden vandaag naar langs de blacksmith gaan. De blacksmith. En I see a plantje. En if I see a plantje, I need to pluck it. Hoppatee. Kunnen we extra geld mee verdienen? Altijd makkelijk verdiend om hier even langs te lopen. En de plantjes te plukken. Zo, kijk aan. Kijk, ze zijn nogal speciale plantjes ook. Geef heel veel energy en zo. Wat wij vandaag gaan doen is in ieder geval even naar de blacksmith. Kijken wat hij ervan kan maken. We hebben 4 van deze geodes. Ik hoop dat ik het nog steeds goed uitspreek. En daar gaan we even kijken. Ik zie hier een uitroepteken. I'm looking for a Georgia cola to pair. Oh, with a dry red wine. Oké, dat is een quest, een side quest. Gaan we niet doen, want ik ben daar niet zo handig in. Ik zie die hond nooit. Er is hier een hond, maar ik zie hem nooit. Dat is wel jammer. Nou zit ik even na te denken, waar zit dat? Ik denk hier zo uit mijn hoofd, maar ik weet niet zeker. Ja, ik denk het wel. Dit is de blacksmith. Yes, top. Oh, it's locked. It's open at night. Nee, natuurlijk. Vergeet ik altijd weer. Sorry. Ik ben echt benieuwd wanneer we hierin kunnen. Out of order. Ja. We moeten misschien repareren of zo met een quest. Dat we het dan kunnen doen. Hello? Closed until summer. Come in. I want to be have summer. Hier kan ik niet op klikken. Kan ik deze weghakken? Nee. Jammer. Hello? Hier is nog een heel bos in ieder geval. En dit moeten we nog exploren, denk ik, zo'n beetje. En die mine. Daar kunnen wij nog niet komen. Wij kunnen niet verder dan die tent. Ik snap niet hoe ze hier al een pad langs op zien. Ik denk dat we daar een bruggetje voor moeten repareren of zo. Dat is ergens in die fiets. We kunnen zo meteen nog wel één keer een check, dubbel check doen. Maar toen hebben we het geprobeerd. En zijn we niet veel verder gekomen. Tenzij we aan deze kant van het land blijven lopen. Of loopt het ook allemaal dood? Nee, dit loopt allemaal dood. Dit is allemaal Georgia. Georgia Cola. Fuel your life. Misschien kunnen we aan deze kant wel langs de mine komen. Het zou echt heel simpel zijn als dat het was. Nope, you cannot do that. Oké, nou, dan weten we dat ook weer. We kunnen aan deze kant er ook niet langs lopen. Tenzij we hierboven kunnen komen. Kunnen we hierboven komen? Nee, loopt ook dood. Nee, dus we gaan gewoon lekker snel naar de winkel toe. Nou ja, de winkel. Wij gaan naar de blacksmith. Hello, Mr. Blacksmith. We need something for you. Wee! Hoi. Process goods. Oké, zet stone in. Oké, dat klonk al cool. Mudstone. You don't have enough room in your... Nou, weet je wat? Stone kunnen we wel droppen. Nee. Ach, dat is altijd weer lastig, hè? Dan wil je dat droppen en dan... Nee, oh. Verschrikkelijk. Yeah, nice. Oké, we hebben het lekker ver gegooid nu. Zo. En ik wil deze openen. Oeh. Earth crystal. Oeh, nice. Ik denk dat hij wel blij mee is, de museumman. Dus we gaan snel naar het museum lopen. Dat is dit gebouw hier zo. Waar we nu naartoe lopen. Hey, how you doing, mate? There is a book missing in here. Oh ja, klopt. Daar weet ik verder niks van. Donate to museum. Wat kunnen we donaten? Aha. En deze. Alsjeblieft. En deze. Nieuw reward. Ah, thanks. Wat zegt hij? Oké, is dit mijn reward? Oké. Mijn reward zal ik binnenkort wel krijgen. Oké, laten we dit snel verkopen.
Oh, I boiled meat right again. Oké, Vincent. Dankjewel voor je tips. Ik ga snel weg. Waar is die sewer trouwens? Hun vonden die sewer hier, maar... Dit zijn deze mensen die dat vonden, maar... Misschien was dat hier? Ik weet ook nog steeds niet wat dit soort dingen zijn. Het zijn allemaal dingetjes die een beetje vaag blijven. Aha. Hier kunnen we eigenlijk ook prima geld verdienen als ik het zo zie. Elke keer die schelpen en zo kunnen we weer verkopen. Kan ik deze aanzetten? Nee, die kan ik niet aanzetten. En als we dit dingetje... Oh, hey, ken ik jou al? Mensen zeiden ook dat ik een meisje was, maar ik heb wel een baard. Feel the fresh air in the valley. Ah, heerlijk. Ik ben er helemaal trots op. Hoeveel hebben we hiervoor nodig? We drill a piece of wood, we could be fixed. Aha, dan kunnen we in een nieuw gedeelte komen. Ik denk dat dat wel een leuke missie is voor ons. Laten we gewoon sparen voor 300 hout. En kijken of we daar wat mee kunnen doen. Oké, laten we dus nu snel teruggaan. Kijken of we die 300 hout kunnen verzamelen snel. En misschien kunnen we daar wel wat leuke dingen mee fixen. Yo, deze guy's on skateboard. Hey bro, what up? Ah, Sam's trying to do a kickflip. Nou, succes. Doet hij het ook? Doe je kickflip, jongen. Kom op, doe die trick. Gastje staat stil. Skateboarden sommigen. Ik own jullie allemaal keihard. Oké, nou. Niet in het echt trouwens hoor. Ik kan niet goed skateboarden. Ik wilde het toen wel doen. Ik wou toen nog mijn BMX draai doen en gaan skateboarden. Omdat ik eigenlijk niemand had om mee te BMX'en. En er waren alleen skateboarders. Maar uiteindelijk ben ik toch blijven BMX'en. En dat vind ik achteraf helemaal niet zo heel erg. Af en toe is het ook wel leuk om gewoon alleen skaten. Skaten is wat easier. Nou, niet makkelijker. Maar wel fijner om te doen soms. Kijk, deze plantjes gaan allemaal lekker. Die groeien al lekker door. Laten wij ons spullen hier ook snel verkopen. Die gaan we verkopen, die gaan we verkopen, die gaan we verkopen, die gaan we verkopen, die en die. Nou, eens hopen dat dat wat lekker oplevert. De quest laten we nog even voor wat het is. Ik ga heel eventjes mijn kat liefde geven. Nou, dat kan niet eens. En die klote kip van ons dan. Kun je jou liefde geven? Nee. Oké, dus één keer per dag moet je gewoon even langs gaan. Even aaien en dan zijn ze hartstikke blij. Zo zit dat een beetje in het leven van een kip. Deze boom is gegroeid, dus dat is nice. Die gaan we meteen ommaken. En we kunnen hem ook meteen weer terugplanten. Dus wat wil je nog meer? Oké, nice. En we kunnen er nog meerdere voor terugplanten zelfs. Zo, die hebben we teruggeplant. En deze planten we terug. We hebben er wat meer teruggeplant zelfs. Dus dat is wel aardig van ons dat we dat even doen voor de boom. 300 hout is natuurlijk wel aardig wat hout. Ik weet niet hoeveel we hebben. Volgens mij hebben we helemaal niet zoveel. Er komen wel een hele hoop vlinders uit deze. Dus dat is wel grappig. Yes, oké. Tree is going down, bro. Hoppatee. Fertilizer erbij. Ik denk als we straks even alles geoogst hebben. En we gaan weer nieuwe zaadjes kopen. Dan moeten we meteen eventjes kijken of we dat kunnen fixen. Dat we alles fertilizen direct. Weet je wel? Dat we meteen overal even aandacht aan beschenken. En alles even netjes maken. Ik denk dat dat wel een slimme choice is. Ik ben ook benieuwd. Want ik denk dat bomen helemaal niet strak naast elkaar kunnen groeien. Je ziet er altijd minstens 2 blokken tussen zitten. Dus we moeten ook even gaan kijken hoe dat precies gaat werken in dit spel. Hoppatee. Deze hakken we nu weg. Dat ziet er goed uit. Ik hoop niet dat die dikke opvalt. Dan ligt het op de berg. Ja, dat valt wel op de weg. Top. Moet ik hier omheen zien te lopen. Oh, ik kom hier echt gewoon niet op. Meen je niet. Oké. Nou, geef niet. Dan gaan we nu even aan de andere kant staan. Ik denk dat het wel even slimmer is. Zo. We moeten eigenlijk hier ook gewoon een hele bomenfarm maken aan één kant. En aan de andere kant gewoon een tuin, zeg maar. En dan ook nog een plek waar we de boerderijen en natuurlijk allemaal hebben. Maar dat is misschien wel slim. Ik hak nu ook dit kleine boompje gewoon even weg. Ik wil alles gewoon perfect hebben. We hebben alweer 100 hout, dus op zich gaat het best wel snel. We kunnen nog best wel vandaag waarschijnlijk al die brug af hebben. Ligt een beetje aan onze energie natuurlijk ook, want die is ook bijna op. Maar we hebben zelf niet heel veel geld nodig om te leven. Dus we hoeven ook helemaal niet zoveel geld te hebben. We kunnen ook gewoon een beetje overal... Oh, ja, ik weet het. Kan ik niet doen. Zo... Oké, ziet er goed uit. Dat alleen dat rare oude gebouw, dat moet even weg. Waarschijnlijk het oude gebouw van mijn opa, zo een schuurtje. Ik weet niet wat we eraan hebben, maar ik ben wel moe aan het worden. Dus het is belangrijk om eventjes te gaan slapen.
Laten we even snel een tukje doen. Het groeit op de stenen, deze boom hier zo. Yeah! Oké, 4 hout erbij. Ik ben nu echt moe. Ik ben helemaal moe, dus ik moet snel naar bed toe gaan. Anders komt het niet goed. Hey, katje. Ik weet niet eens hoe die heet. Hey, Tommy en Gerrit hebben we natuurlijk hier op de boerderij. Tommy en Gerrit. Ah, de plantjes zijn ook mooi aan het worden hoor. Poeh, perfect. I like it. It's beautiful. It's beautiful. Oké, nou snel slapen, want het gaat niet goed zo. Oh, ik ben zelfs in het echt gewoon moe er aan het worden van hoor. Yeah, ja, ik moest deze week 30 video's opnemen in een week. Is best wel lastig. Oké, level 4 foraging. Plus 1 ex-provincie. Oké, dat is nice. New crafting recipe. Charcoal kiln. Dus we kunnen van hout kunnen we kool maken. Dat is een hele handige. Dan hoeven we dat niet te minen. En we kunnen wild su maken. Oké, zal wel. Kijk, dit is lekker. Dat levert wel wat geld op zo. Niet echt heel veel, maar die bloemetjes leveren oké wat geld op. Dus dat is nice. We hebben weer wat geld erbij. Your progress has been saved. Yay! Oké, let's go. Tijd om een brug te bouwen. Kijk, deze gemaakt hier, dat is nice. Wacht, ik wil eigenlijk van de andere kant staan. Dan valt hij die kant op, tegen het huis aan. En dan valt niet al het hout. Kijk, zie je? Dat valt dan mooi daar. Dan kunnen we dat gewoon mooi oppakken zo. Deze moeten we ook weer even terugplanten. Die haal ik even weer weg. Deze planten we hier. Hier. Zo. Het is belangrijk om genoeg hout te hebben. Dus ik plant ook echt gewoon overal die bomen weer. Zo. Dan krijgen we al die boompjes gewoon weer snel terug. Dat is echt een belangrijk iets. Oh, nog een eikel trouwens hier. Zo. Hoppatee. Nice. Kunnen we snel doorhakken. We zitten al over de helft. Dus het gaat eigenlijk best wel snel nu. Hoppatee, nice. En we hebben weer een partij hout bij zo. We kunnen natuurlijk ook gaan hout kopen en zo in de toekomst. Als we gewoon voldoende geld hebben, hebben we hem al... We hoeven ons nergens meer zorgen om te maken, laten we het zo zeggen. Hey, alle vlindertjes eruit, yay. Eigenlijk wel zielig. Ik ben alle plekjes voor de vlinders aan het weghalen. Die jongens die zitten daar lekker in die boom te chillen. Die zijn helemaal dik verdrietig dat ik dit allemaal weghaal. Sorry vlinders, het was niet de bedoeling, maar... Het moet van de game. Sorry. Oh, deze bomen hier kunnen we nice weghakken. Hier hebben we echt voldoende ruimte om bomen weg te hakken. Dat is wel lekker. Hoppatee, we hebben er al 200. We hebben er bijna 300. We kunnen bijna dat ding plaatsen, dames en heren. Yeah. Ik heb er wel zin in, dat is nice. Yeah, oké. Okay. Bijna 300 nu. Wee, nog 1 of 2 boompjes hakken. Ik ga eens kijken als dit in het huis valt of niet. Ik ga hem aan deze kant weghakken. Nou zou die in principe in het huis moeten vallen. Dan zou ik mijn spullen kwijt moeten raken. Of het valt ernaast. Oké, het valt in het huis. Nou hoop ik dat ik hier in het huis kan komen. Nee. Ja, het is nu een ruïne, ja. Maar ik wil de spullen pakken, vriend. Hè? Verschrikkelijk, dat kan dus niet. Dat is handig. Zo leer ik een klein beetje de game kennen, snap je? Een beetje kijken van wat kan nou wel, wat kan nou niet. Wat is belangrijk, wat is totaal niet belangrijk. Kijk, dit gaat top zo. En ik denk dat ik als ik fertilize craft en het dan verkoop, dat dat weer meer oplevert. Gok ik. Dus dat ga ik zo meteen ook eens proberen. Van die 85 die we daar hebben, die van die besjes, gaan we gewoon fertilize maken. En ik denk dat dat meer oplevert, dus zodat we daarna ook meer geld daardoor gaan verdienen. Daaraan. Oké, we hebben 300 van dit, dus ik ben wel even blij zo en tevreden. We moeten meteen weer even slapen en we gaan fertilize craften. En deze even planten. Zo. Oké, we slaan er 2 over. 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 Oké, nice. En dan hebben we nog een eikel. Nice, oké. Planten zoveel mogelijk als we kunnen. Dat is belangrijk. Ah, oh, kom maar kitty. Yeah. Gaan we ook even het kippetje nog een keer doen. Kijken of het kan al. Yay. Wat? Gert is looking a little thin. Oké, dus ik moet hem wel echt voeren. Waar kan ik dat doen? Moet ik dan hooi kopen zo meteen? Misschien wel. Laten we gewoon zo eens kijken. Even eerst craften. Basic Fertilize. Kan ik ook shift-click doen? Nee.
Dus ik moet gewoon echt al die keren klikken. En nu ga ik dit doen. Oké, not bad. Gaat goed. Nu snel slapen. Wel bad. In bed zelfs. Oké, wappatee. Yes, you sleep for the night. I wanna sleep for the night, ladies and gents. Yes, yes, yes. Hoeveel heeft het opgeleverd? 2 en 90. Oké, dat levert niet zoveel op. Dat heeft dus geen nut om te doen. Your progress has been saved. Gewoon een raar beest. Ik doe eerst maar eens even aandacht geven aan mijn kat. En ik ga eens even kijken. Oh, het regent. Nice. Hoef ik geen water te geven in ieder geval. Hey kippie. Hoe is het? Garrett looks grumpy. Het kan zijn dat hij doodgaat daardoor, weet je wel. Dat ik hem misschien wel... Het lijkt mij dat hij saaie moet hebben om te eten. Maar goed. Als ik dat niet doe, gaat hij misschien wel dood. Ik moet even op internet kijken binnenkort wat ze nodig hebben precies. Want ik wil natuurlijk niet dat Gerrit doodgaat. Maar ja, als ik niet weet hoe ik een kip moet opvoeden, dan gaat Gerrit wel dood. En als Gerrit doodgaat, dan is eigenlijk het leven voorbij. Wat moeten we nou nog zonder Gerrit? Dan moeten we gewoon kaart gaan rouwen. Dus laten we een klein beetje hooi kopen. Voor de zekerheid. Je kunt het hier halen. Dus oh, tuurlijk. Openzet 9. Nou, weet je, dat doe ik op de terugweg hooi kopen. Dan ga ik eerst eventjes naar de... the beach. We're going to the beach. We're going to the beach. We gaan de brug maken en dan kunnen we, hoop ik, wat daarmee doen. We hebben er een hoop hout voor moeten hakken, dus ik hoop dat het waard was. Je bent het waard. Yay. Oké, we're on the beach now. We're on the beach. We're on the beach. Ik heb 300 hout, dus ik denk dat ze nu wel blij moeten zijn. Mooie regendruppels. Nice. Kijk, nu hebben we dus nieuw land waar we kunnen exploren. En nieuwe mensen tegenkomen. Howdy. Old mariniers. I've got this old amulet to sell. But something tells me you're not ready for it, lad. Oké. Oké, kunnen we vast verkopen. Zal wel harde shit zijn. En misschien ook wel weer betere vissen, weet je wel. Dus... You never know. Dit zal wel iets moeten betekenen allemaal wat hier is. We hebben niet voor niks dit geunlocked. Dus hier zullen wel weer betere visjes zitten. Oeh. Ja. Ik denk dat we hier al hele leuke vissen kunnen vangen. Dus moeten we maar een keer gaan vissen. Misschien kunnen we daar wel wat leuke geld mee gaan verdienen. Maar ja, dat zien we dan wel. We hebben in ieder geval dit stuk geunlocked. Dus nu zitten we hier. Ik ben nu wel hier, maar mijn poppetje zit nog hier volgens dat ding. Het zal wel. We hebben dit in ieder geval geunlocked. Yes, een nieuw land erbij. Oeh, spooky wookie. Ik ben benieuwd wat dit waard is. Koraal. Ah, a colony of thin creatures that clump together form a beautiful structure. Oké, that's cool. That sounds great to me. That sounds great to me. Nu is het 9 uur, dat is nice. Dan kunnen we gewoon direct teruggaan. Ik loop dood. Ja, zo. Gaan we meteen naar de boerderij toe. Even kijken wat we daar voor leuke dingen kunnen uit gaan halen natuurlijk. Ik hoop dat mensen blij zijn dat wij er weer zijn. En we kopen gewoon hooi. We gaan kijken of we dat aan de kip kunnen geven. Hoi! Nou, die plukken we dan even mee. Waarom ook niet? Hoi man. Hey. Ja, zit nou weer. Supplies. Ik wil in ieder geval hooi kopen. Een paar. Weet je, we gebruiken het vast ooit een keer. Dus laten we nu even 4 hooi kopen. Dan hebben we dat gedaan. Schaar hebben we niet nodig. Een heater hebben we misschien wel nodig. Keeps your animal. Dried grass used as animal food. Ja, ik denk dat we dit wel veel nodig hebben. Dus ik koop er even wat meer van nog. Keep your animals warmer and happier during the winter. Ah, oké. Daar moeten we zeker voor gaan sparen. Ah, oké. Nice. Nou, dat is dus iets waar we voor moeten gaan sparen. En ik hoop dat het dus ook voor kip is hooi. Want een kip eet geen hooi. Die heet seeds. Misschien wel mixed seeds of zo, weet je wel. Dat is wat meer voor een kip. Dus het zou kunnen zijn dat als ik dat eens even bij elkaar probeer te vissen. Of ergens koop. En dat aan mijn kip geef, dat die dan blij wordt. Ja, dan moeten we eventjes bekijken. Laten we nu eerst gewoon dit eens proberen. Hallo. Silo required. Aha! Oké, dus hier kon ik dit
dit wel opleggen. Dus ik hoop dat... zal ik hem even nog wat water bijvullen? Hey, je hebt wat water erbij. Hoe is het? Looks grumpy. Ik ga eens mixed seeds proberen te krijgen voor je. Ja? Dus ik ga gewoon door dit te doen. Hier ook ga ik even schoffelen. Gewoon om dit huis heen. Oké, kom op. Geef hem mixed seeds. Ja. Kom op, mixed seeds. Normaal gesproken krijg ik altijd seeds of clay. Behalve vandaag. Oké, wacht. Zo. Appetee. En nou weer met deze. Vandaag ook gewoon helemaal niks. Normaal gesproken altijd. En nu gewoon niks. Het is niet te geloven. We ploegen hier gewoon de boel even om in ieder geval. Dat is allemaal prima. Ik vind het eigenlijk wel hartstikke mooi hoor. Zo. Oké, wat is dit? Clay. Daar hebben we niks aan, jongens. Come on. Give me something useful. Ja, een eikel. Nou, daar hebben we er al zat van. Anders moeten we het toch even kopen, denk ik, als we het nu niet krijgen. Het zou kunnen zijn dat het precies in dit soort dingetjes zit, hoor. Dat als we daar opslaan... dat we het daarvan krijgen. Nee, ik denk het toch ook weer niet als ik het dit zo zie, hoor. Nee, we kunnen ook niks pakken nu op het moment, want inventory is full. Dus nee, we hebben daar alleen even de grond lelijk gemaakt. Daar kwam het meer op neer en voor de rest ziet het er niet uit. Nou, weet je wat? Ik doe dit hooi in ieder geval hier al in. Wie weet komt het me ooit nog een keer goed uit. En het koraal en het klei verkopen. Of kunnen we er wat leuks van craften? Nou. Die verkopen, die verkopen, die verkopen en die verkopen. Nou, die 5 voet mag je erbij hebben. Oké. Ik weet dus nog niet hoe ik mijn kipje voedsel moet geven. Maar daar gaan we vast wel een keer achter komen. Dat ga ik sowieso straks even kijken voor een tutorial. Want ik wil wel dat Gerrit zich lekker voelt. Ja, hij is crumpy, dus hij mag niet doodgaan. Dat zou echt niet leuk zijn als dat gebeurt. Dus als jullie het leuk vonden, doe natuurlijk een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie alweer bij een volgende video. Van Stardew of Minecraft of wat dan ook. Het wordt vast hartstikke leuk. Kat, je loopt ervoor. Stel dat je dan echt slaperig bent. Maar goed, bedankt voor het kijken als je het leuk vond. Duimpje omhoog, zie ik je de volgende keer weer. Een hele fijne dag, tot de volgende keer. Yo, 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 yo. Oh, 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 oh.